fase waarin Telstar moeite heeft om van de eigen helft af te komen. Nu dan? Nou ja, dan ligt het open. En hier is Ondaan, dat goed gespeeld weer. Ondaan moet het afmaken en doet het. Het staat 4-3 voor Telstar. Wat een geweldige wedstrijd speelt Telstar in de tweede helft. En weer scoort Ondaan. 3-4. De lijn, dan kun je een penalty geven. Hij wordt wel verzilverd door Terrel Ondaan. Staat het 3-1 en begint Telstar. En zo is het binnen 10 minuten in de tweede helft toch weer een wedstrijd. In de 64e minuut komt de stand op.